Suriname moet van de illusie af dat we het land zullen kunnen opbouwen met 600.000 mensen. John Brewster, die sinds 2 maanden de nieuwe voorzitter is van het Diaspora Instituut Nederland, DIN, zegt aan onze redactie dat ook de 1,2 miljoen Surinamers wereldwijd nog te weinig zijn. Het instituut werd op 11 september 2021 opgericht door president Santokki. Maar het toenmalig bestuur onder voorzitterschap van Kathleen Ferrier legde in augustus 2022 hun functie neer. De nieuwbakken voorzitter legt uit hoe de plannen moeten gaan werken. Alleen maar als je kijkt hoeveel van die 600.000 Surinamers hier actief zijn, dan moet je denken aan de ouderen die niet meer actief zijn en de jongeren die ook niet actief zijn, die zijn nog op school. Er blijft maar 40% tot 50% over die echt de economie kunnen helpen opbouwen. En dat is onrealistisch. Je kan met welk project je dan ook bezig bent hier komen. Te weinig arbeidskrachten, te weinig te kleine arbeidsmarkt. Suriname gaat dus een open economie moeten worden. Wij gaan over moeten gaan op arbeidsmigratie. Het is geen leuke boodschap die ik hier geef, maar het is een noodzakelijke. Wat is open economie? Open economie betekent dat Suriname open staat voor andere economieën, andere investeerders, buitenlandse investeerders. Dat het makkelijk is, ik noem dat doing business met Suriname. Mm-hmm. Het moet makkelijk zijn om een bedrijf hier te beginnen of om een investering hier te doen. Het DIN krijgt klachten van potentiële investeerders dat zij tegen muren aanlopen. Daarnaast heeft Suriname ook te weinig mensen die fruit en groenten moeten planten en plukken als we de productie willen gaan verhogen. En daarom dat er arbeidsmigratie nodig is. Brewster is zich van bewust dat het geen prettig verhaal is dat hij deelt, maar wel een realistische. Als we het hebben over oil en gas, zijn er ook mensen die gewoon aan het werk moeten. Die hebben we niet. Als het gaat om high level position, die hebben we ook niet. Dus we gaan onze economie open moeten stellen, onze arbeidsmarkt open moeten stellen. En wij zullen niet de eerste zijn in de wereld die dat doet. Dubai heeft dat gedaan. Dubai wordt eigenlijk opgebouwd door buitenlanders. En niet door de inheemse bevolking van Dubai. Die richting gaan we op moeten komen. Ik wil wel duidelijk zeggen dat er wel wetgeving geregeld moet worden. Want dat is de eerste. Eerst wetgeving. Nee. Dus eerst wetgeving. Waarin duidelijk is aan welke rechten de mensen hebben die hier zo komen werken. Wat mogen ze na 5 jaar? Mogen ze stemmen? Mogen ze niet stemmen? Wanneer mogen ze stemmen? Maar die mensen leveren een bijdrage aan de economie van Suriname. Dus je gaat ze ook wat rechten moeten geven. Ook de gesprekken over de sentimenten naar de diaspora moeten gevoerd worden. Op 21 augustus is er een diaspora symposium om te komen tot een 10-puntenplan voor een diaspora engagement policy. Het volledige gesprek met DIN-voorzitter John Brewster ziet u op woensdag 16 augustus om 17:00 in ons programma In Gesprek Met via 12.1.